Ik ben Enis Benali, ik ben 37 jaar. Ik voetbal ondertussen al meer dan 30 jaar. Ik ben op mijn 6 jaar begonnen met voetballen bij Svelta Mijlsele. En ondertussen voetbal ik nog altijd, ondertussen bij OH Fortuna in Mortsel. De seizoenen daarvoor heb ik er altijd voor kunnen zorgen dat mijn fysieke capaciteiten wat de bovenhand namen, waardoor dat mijn technische gebreken niet altijd opvielen. Maar dat lukte eigenlijk gewoon niet meer, of dat viel gewoon meer en meer op, vond ik zelf. En ik wou zo niet de speler zijn die er eigenlijk te veel aan is, maar die altijd meegenomen wordt. Met sympathie of wat dan ook, zo'n speler wil ik niet worden. Dus heb ik eigenlijk beslist om te stoppen met het reguliere voetbal. Ik ben ondertussen eigenlijk al tweede trainer geworden en daarbij heb ik dat competitieve wel. Dus ik kan competitief bezig zijn met mijn spelers en dat is allemaal wel leuk, maar ik wil zelf eigenlijk ook fysiek uitgedaagd worden. En dat kon ik wel terugvinden in Etiside. Op een korte tijdspanne speelde een heel aantal matchen, wat het super uitdagend maakt eigenlijk ook. Je kunt met een hele vriendengroep hele toffe matchen spelen. En daarna kunnen we samen een pint gaan pakken of kunnen we iets gaan drinken gewoon in de kantine. Ik zou voor de rest van mijn leven willen blijven voetballen. Ja, het feit dat er misschien ondertussen wat vrienden gaan zijn die ook ouder worden en die ook willen stoppen met reguliere voetbal, dat ik die ook kan overtuigen om mee te doen met Etiside, dat gaat alleen maar leuker maken, dat gaat dat kameraadschap ook alleen maar vergroten. Dus dat zou een heel tof doel zijn om te bereiken.